Hey, Next Level Ladies, GPL Practitioners, GPL Gasten, GPL Challengers. Welkom bij deze nieuwe versie van Featuring a Next Level Lady. Je weet, een hele tijd geleden heb ik GPL Practitioners een beetje in het zonnetje gezet door de community, de mensen die verschijnen op deze page, om ze kennis te laten maken met de Next Level Ladies. En Next Level Ladies, dat zijn vrouwen. Vaak genoeg, die hebben deelgenomen. Niet vaak genoeg, het zijn gewoon vrouwen die hebben deelgenomen aan de Next Level Intensive. En de Next Level Intensive is een 3-daagse workshop die ik tot nu toe steeds live heb verzorgd. En in deze workshop is het de bedoeling dat je de tools krijgt om je Next Level te exploreren, maar ook te veroveren. Dus het is eigenlijk een hele mooie ervaring, een next level ervaring die vrouwen opdoen wanneer ze deelnemen aan deze Next Level Intensive. Maar je weet, alles passen we nu aan. We doen heel veel van huis uit. En dat maakt dat een heleboel organisaties en mensen ertoe overgaan om online te gaan. Om gewoon vanuit het internet heel veel te doen, omdat mensen gewoon thuis zijn. Ja, dat is een belangrijke reden waarom ik gezegd heb van, weet je wat, ik ga het een nieuw tintje geven om dat onderdeel Featuring a Next Level Lady, om het op deze manier te doen. De Next Level Lady kwam vroeger naar mij toe, of we waren op kantoor, of we zaten op een hele leuke plek. Maar nu doen we het gewoon van huis uit. Het is aangekondigd, vandaag hebben we Leanda Seldenrust. Maar daarvoor wil ik aangeven wat op dit moment de stand van zaken is bij de stichting. Wat doet de stichting op dit moment? Wel, we hebben nu een hele interessante challenge lopen. De TLD Challenge. TLD staat voor Total Lockdown Challenge. Want het is gewoon Total Lockdown in Suriname op dit moment. Deze challenge is eigenlijk gisteren echt gestart en het loopt door tot volgende week. We doen het nog 10 dagen, zeg maar. Omdat in die 10 dagen die total lockdown is aangekondigd. En de Next Level Ladies, die gaan verschillend om met deze total lockdown. Sommigen hebben zoiets van, hey, ik heb eigenlijk al een structuur gecreëerd, dus ik werk vanuit mijn structuur. Anderen hebben zoiets van, heersaam broeia. Die structuur die ik had om 's morgens uit huis te gaan en mijn werk te gaan doen, dat is helemaal, ja, ik kan het niet meer volgen. En dus allerlei typen Next Level Ladies doen mee aan deze challenge. We hebben een groep van eerst 24, nu 26 vrouwen die meedoen. En de boodschappen worden gestuurd vanuit een WhatsApp broadcast. Maar de gesprekken vinden plaats in een privégroep. Niet op deze page, maar in een privégroep speciaal voor GPL Challengers. Ik plaats de link onder deze video, waardoor als je geïnteresseerd bent, je kan meedoen. Je kunt stappen in de op 3 niveaus kan je instappen. De eerste is brons. Dan zit je er kosteloos in. Je wordt toegelaten tot de groep en je mag deelnemen aan de websessies. Vanavond hebben we de 2e websessie. En het leuke van vanavond is dat we 2 internationale sprekers aan het woord, geen sprekers, 2 internationale GPL practitioners aan het woord, geen practitioners, DPL challengers aan het woord krijgen. En een local. Dat is het leuke van het van vanavond. Zo. En dat is een van de dingen die ik doe op dit moment. Een andere activiteit is een vorige challenge die we hebben gehad. Dat was het, de naam was Catching Up Challenge, maar ik had het in het Nederlands gedaan. En de Nederlandse vertaling daarvan is Achterstand Inlopen Challenge, juist, de AI Challenge. En in deze AI Challenge was het de bedoeling dat die vrouwen die zoiets hadden van, hey, ik heb een achterstand om in te lopen deze tijd van coronapandemie, wil ik gebruiken om die achterstand in te lopen. Die hebben toen daaraan deelgenomen. Het heeft 1 week geduurd, maar je mag nu de replays en de websessies kun je daarover beschikken. En dat kun je ook krijgen.
En een derde, dat vind ik echt een bijzondere, waar we nu mee bezig zijn. Het is een flash sale, zo noem ik het. Omdat de e-course echt in een, voor een heel laag tarief wordt verkocht. Het kost eigenlijk 100 SAD, maar je kunt het voor 50 SAD verkrijgen. En het is de next level perspective. Deze course is een hele belangrijke, want het zorgt ervoor dat je je structuur organiseert, je structuur heel goed regelt, maar ook je focus houdt en je structuur creëert. En dat is voor deze tijd toch wel belangrijk voor een aantal vrouwen. Heb je daar behoefte aan, dan kun je er heel makkelijk aan komen. Laat me gewoon weten en dan kun je daar ook over beschikken. Dat is ook een digitale versie van de Next Level Perspective. Dus we gaan heel veel, we doen heel veel digitaal op dit moment. Gewoon omdat we niet bij elkaar kunnen komen. Ik hou van die live sessies hoor. Maar eigenlijk vind ik deze online sessies ook wel leuk om te doen. Alright, ik moet mijn gast aankondigen. Leanda Seldenrus, die is een Next Level Lady. Hi Leanda. Hi Denise. Hey, hoe is het met jou? Goed met jou? Ja, supergoed. Ik geef een nieuwe wending aan featuring a next level lady. In deze tijd van de coronapandemic doen we het op deze manier. Fijn dat je er bent. En dat je hebt toegezegd van ja, ik ga dat gesprek met je voeren. Nou, laten we even vertellen een beetje wie je bent. Ik heb al aangekondigd dat je een next level lady bent, maar je mag zelf vertellen wat je wil dat deze vrouwen willen mogen weten van je. Nou, mijn naam is Leanda Seldenrus. Moeder van een prachtige dochter van 14. Docent van huis uit, ondernemer. En ja, ik doe een paar leuke dingen. Dingen die ik leuk vind, die me gelukkig maken. En ik zeg dat ik als smile, voel ik maar happy. Ik heb bij Sifte Make a Difference een paar jaren geleden, denk het is 3 of 4 jaar geleden, hè, of langer zelfs, een course gevolgd en was interessant. En dus ja, ik denk dat je trainingen nu ook al veranderd zijn na zoveel jaren. Maar wat ik eruit heb gehaald is wat ik altijd weer op zoek ben. Dat ik een zeer gedreven vrouw ben en ik heb meerdere interessegebieden. Het is bij, zeg maar, niet te vergelijken met een gemiddelde vrouw, is het misschien niet zo dat mensen van meerdere activiteiten hebben, meerdere interessegebieden hebben. Maar bij mij is dat wel zo. En ik zoek altijd weer die balans van wat vind je leuk en wat moet je wel doen. En dan is die time management altijd belangrijk. En alles dat daaraan bijdraagt. Dat zoek ik op. Het zijn boeken, het zijn quotes, het zijn series, het zijn courses. Maar ook gewoon mezelf terugtrekken om te kijken van, hey, waar sta ik nu? Is alles nodig? Noodzakelijk? Vind ik het gewoon leuk? Of ga ik iets ermee doen? Weet je? En dan kan je het parkeren. En dan ga je ermee verder. That's it. Wat ik minder vind, is wanneer Megan steeds erop wil, zeg maar... Dan legt de nadruk steeds erop van, ja, ik denk dat ze ook onwetendheid vanuit andere partijen. Dat, en misschien het anders formuleren. Van, oh, je hebt het druk en dit en dat. En ik verdedig mezelf niet. Maar soms is het wat het is. Soms is het gewoon een feit. Dit is het. En dan ga je kijken naar die feiten. Hoe ervaar ik dat? Je bent sowieso geen gemiddelde vrouw. De vrouwen die deelnemen aan de activiteiten van Stichting Make a Difference zijn echt vrouwen die eruit stappen. Net wat jij zegt. Ik lees een boek, ik doe een course, ik doe een dit en dat. Om ervoor te zorgen dat je blijft groeien. En dat, maar omdat je gewoon weet van, ik ben hier voor something special. Maar je zegt, ik doe een aantal leuke dingen. Dingen die me blij maken. Noem een paar. Ik heb mijn eigen bedrijf en dat vind ik fijn. Ik vind het fijn om hetgeen ik geleerd heb gedurende de 40 jaar dat ik leef. Zeg maar met anderen te kunnen delen. Ik doe het sociaal, zowel commercieel. Sociaal ben ik bezig met een stichting, daar ben ik de voorzitter van. Daar ben ik begonnen gewoon ProDeo, denk ik 15 jaar geleden, om jongeren in een internaat te helpen. En het zijn jongeren uit het binnenland, van Maron kom af.
die we hielpen met hun schoolwerk. Om gelijk te zeggen, ik ben geen Maron, dat denken mensen meestal wel. We zijn allemaal gewoon Creolen. Maar men denkt vaak, omdat ik daar heb gewerkt, dat ik ook een Maron ben. Nee, dat is het niet, maar dat is ook helemaal niet erg. En ik ben begonnen met een goede vriend, Oscar Kayansi, die me ondersteunde van, hey Lea, inderdaad, ik heb daar gezeten, het is mooi werk dat je verricht, kun je helpen. En we hebben toen een paar andere bij kunnen halen om ons te helpen. En daarna hadden we een fonds, ik denk na een jaar of twee hoor. Dus daar zijn we gestart met het werk. En along the way heb je nog de same vision, maar je activiteiten kunnen veranderen, maar die ondersteunen je visie nog. Ik ben daarna, kijk, als je sociaal bezig bent, dan ben je gebonden aan bepaalde dingen. Je hebt meer eer als bagage en dat wil je ook nog positief inzetten. Ik ben dan begonnen, ik denk na 2 jaar, en dat is zeg maar mijn bedrijf, ik leerde consultancy en trainingen. Maar daarnaast gaf ik bijlessen. Niet het alleen, dus zelf, maar along the way heb ik mijn team kunnen uitbreiden. En ik heb het onder paraplu van een huiswerkinstituut gebracht. Wat ik met andere dingen deed met leden, consultancy en training. En dat is zeg maar consultancy, de dienstverlenende activiteiten aan derden. Wat zei je? Ik zeg, ik vind het mooi, want ik vroeg je om te delen die dingen die je blij maken. Dus je zegt, eigenlijk onder een stichting doe je wat sociaal werk. En onder je doet ook business als ondernemer. Als ik zeg Leanne Selderlus, dan denk ik echt aan de ondernemer. En ik zag iets langs gaan gisteren. Ik zit in een groep van vrouwelijke ondernemers. En ik zag iets langs gaan en ik dacht van, hey, die groep van mij, dat zijn professionals en ondernemers. En die kunnen het interessant vinden. Een van de leuke dingen die je nu aan het pushen bent. Dus toen dacht ik van, hey, het is misschien goed om je daarover te laten praten in de nieuwe look van Featuring a Next Level Lady. Dus je hebt straks de gelegenheid om daarover te praten. Maar die GPL-journey van jou, dat is een tijdje geleden geweest. En volgens mij was het programma toen echt gericht op time management en dat soort dingen. Het is ondertussen wat gaan veranderen. Nu is het heel veel kijken naar binnen. Wat zijn de waarden? Wat zijn je drivers? Dus het heeft een beetje een ander jasje gehad. En dat concept van grounded personal leadership is ook gaan veranderen. Dus misschien een refreshing course of zo wil ik je aanbieden. Ja. Als je daar die prioriteit aan wil geven. Want inderdaad, ja, doe jij veel. En als je iets wil neerzetten, als je met succes wil terugblikken op je oude dag, dan is het belangrijk om nu inderdaad heel veel te doen. En tijdens zo'n pandemie is het belangrijk om dat op een goede manier in te vullen. Ik vraag me af, hoe ga jij om met deze COVID, de hele COVID-situatie, Leanne? Oh, je zou het misschien gek vinden, maar ik heb mijn rust. Ik heb mijn rust gevonden. Ik ben vrouw thuis, moeder thuis. Ik heb mijn huis, ik denk hoe lang al, zelf schoongemaakt. Ik ben zelf bezig, koken, vaten. Ik doe alles zelf, omdat de dienst daar niet meer komt. Ik bekijk het puur vanuit mezelf hoor, want aan de andere kant die de dienst minder inkomsten. Maar voor onze veiligheid moet ik zeg maar me terugtrekken en goed thuis zijn. Kantoor is gesloten. Ik denk, ik ben niet de eerste, of zeg maar, het is niet het eerste waaraan ik denk, zeg maar, inkomen. Daaraan denk ik niet. Voor mij is het van, ik heb mijn innerlijke rust. En het is misschien een moment dat ik kijk van, hoe ga ik verder? Waarmee ga ik verder? Wat laat je rusten? Maar belangrijk vanuit mijn ondernemersmind is dat we gaan. Als ondernemer moet je toch wel passief inkomen hebben. En dat wil zeggen inkomen die je ook verdient ondanks zo'n pandemie. Ondanks ziekte, ondanks zeg maar terugval van zaken. Die inkomsten moet je hebben. En toevallig heb ik die inkomsten ook, waardoor ik nog een beetje het hoog boven water kan wonen. Niet zo lang meer hoor. Maar is het toevallig of heb jij daar gewoon heel bewust voor gezorgd, Leanne? Nee, ik heb bewust voor gezorgd. En dat is waar ik zal eindigen met mijn carrière. Is dat ik wil gaan naar businessen die inkomsten genereren. En waarvoor mijn energie niet zo, zeg maar, ik hoef niet fysiek aanwezig te zijn. En ik hoef ook geen fysieke kracht in te stoppen, zeg maar. Investeren. Alhoewel, ondernemen is investeren en herinvesteren.
geld verdient en denkt het is om te bossen of om te stoppen in je privé, toch? Dat is de onderneming niet. Toch? Maar ondernemen is, je gaat geld erin stoppen, om simpel te zeggen, je krijgt het geld weer naar binnen met wat winst en je gaat verder ermee om te groeien. En het moment dat je begint te groeien, dan ga je misschien een andere business doen en niet meer hetzelfde. En daar gaat men zeggen, maar oh, je deed dat, dan waarom doe je dit? Weet je, nou, wat ik deed, daar ben ik niet meer. Ik heb misschien het bedrijf wel, maar het wordt gerund door anderen. Mijn huiswerkinstituut, daar heb ik jaren geen les gegeven. Daar geven andere begeleiders geven les, er is een administratie, er is alles. Weet je, het draait zichzelf. Toch? Dus ik ben er niet meer fysiek aanwezig. En die baby is nu al een zuigeling, een kleuter geworden. Je kan een beetje lang op erf laten om te spelen, begrijp je? Ja. Anders bezig. En that's it, that's me. Weet je? En ik vind het leuk om een business op te starten, om te zien groeien en het sustainable zien worden. Zeg maar, mijn vier businessen waarmee ik bezig ben. Ik heb een vijfde nu in de maak. En dat zijn appartementen. En die gaat echt mijn passive income zijn. Alhoewel ik ook een andere heb. Maar daarvan ik zeg maar... Je hoort de verkeer. Ja, hè? Ja. Ondanks de total lockdown. Is er heel veel verkeer hier in het centrum. Dus daar wil ik mijn oude dag door gaan brengen. Maar het enige waarvan ik denk van, hey, COVID heeft echt hier zeg maar schade verricht, dat is mijn huiswerkinstituut. En dat is ook omdat de kinderen fysiek komen. En sommige ouders en kinderen ook zijn visueel aangelegd. Ze willen het visuele zien. We zijn nog niet zo ver in Suriname om alles te gaan digitaliseren. Ook als we online voor de helft van de prijs aanbieden, gaan sommige mensen toch vragen, maar kan ze toch komen? Ook al is ze alleen, weet je? Je moet met haar zitten, omdat we daarin proeven. Het gaat een wat tijd duren voordat we helemaal gaan naar, zeg maar, het digitale, weet je? En zelf personeel en dergelijke moet je opnieuw gaan trainen en dergelijke. Ik moet zeggen, dus om antwoord te geven op je vraag, ik hou wat balans in die situatie. Ik heb ook gezien op je site dat je nu toch wel wat online dingetjes doet, hè? Ja, klopt. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben een online platform 2 jaar geleden gekocht, als leden, maar we hebben hem niet in de helemaal geïmplementeerd, omdat mensen echt gewoon fysiek wilden. Maar nu zie je, willen of niet, zullen we moeten. Ja. Oké, de reden waarom ik je heb gevraagd is om gewoon te weten hoe gaat het met Leanda, de next level lady. Maar ook, je biedt iets heel interessants aan. En nou, vertel. Ja, ik ben alumni van alumnus van de Amerikaanse ambassade van Amerika. En door de Amerikaanse ambassade ben ik benaderd geworden om een project voor ze uit te voeren. Of samen met hun uit te voeren. En het project heet Academy for Women Entrepreneurs. Academy voor vrouwelijke ondernemers. Het is echt voor vrouwen. Omdat het doel van, het is afkomstig van het beleid gemaakt door Washington DC of de hogerhand. En waarbij ze willen focussen op 50 miljoen vrouwen. Wereldwijd in de komende 5 jaar. Ze zijn vorig jaar mee gestart, het is hun tweede jaar. En Suriname is in het tweede bunt, zeg maar, van de uitvoering van dit project. Het project is 1 jaar en het project heeft vele facetten. Ik moet zeggen, het is heel interessant. En ik wil gelijk, ik ben een beetje realist hoor. Ja. Dat wij echt moeten gaan naar online en het digitale. Het zal niet zo gemakkelijk zijn, want we weten ook wel dat we een training van 5 dagen moeten volgen, of 4 dagen gaan. Of wat we gaan afhaken. En als het een maand of 2 maanden duurt, dan is het misschien 2-3 weken zijn we bezig en dan zijn we klaar ermee. Weet je, we gaan niet door. Ook omdat we vinden van, no, give money here, man. Give money daar. Maar je moet in jezelf investeren if you want to be an added value for your environment and for your business. Je moet in jezelf investeren. Ik wil me halen. Om een paar voorbeelden te geven, ik investeer echt in mezelf. En mijn studie die ik nu doe, die ik moet afronden, kost 3.500 euro's. En het is heel veel. Het is heel veel. En geloof me, met mijn bezigheden rot ik in 2 jaar af.
Ik heb 14 jaar nodig voor die studie. Om terug te komen op die, dat project. Laat me daarop inzoomen. Het is heel belangrijk wat je zegt. Inderdaad, investeren in jezelf is ontzettend belangrijk. Als je inderdaad ervoor wil zorgen dat je added value bent. En dat je, ik zeg altijd, als je met succes wil terugblikken op je oude dag, dan zul je nu die investering moeten doen. En ja, dat kost inderdaad geld, maar als je naar volgend niveau wil gaan, dan beschik je niet automatisch over die kennis en die vaardigheden. Je zal moeten investeren. En ik vind het goed dat je dat zegt en dat je dat ook gewoon voorleeft om aan te geven van, hey, ik doe die investment, omdat ik een hoger doel nastreef. Nice, nice. Oké, okay, ik ben een beetje gaan neuzen hoor, bij die advertentie. Ik heb gemerkt dat ik er niet bij hoor, want er staat tot en met 45 jaar geloof ik. En ik ben al over de 50. Dus, en ik zag ook twee niches erbij. Dus wat ik doe, informatieproduct, ik zou er ook niet aan mee kunnen doen. En trouwens, ik ben eigenlijk een social enterprise en niet echt een onderneming. Want het is niet commercieel gericht. Dus vertel een beetje, wat zijn de vereisten en, om hier aan mee te doen? Ter afronding van het investeren in jezelf wil ik nog één ding zeggen. Veel aan omdat je het kan betalen. Klopt niet. De garantie op zegt jou dat ik alles in één keer heb betaald. Dus wat ik mee wil geven is dat je ook in delen dingen kan betalen. Sparen er naartoe, maar investeren in jezelf is geen uitgave. Dan kom ik terug op wat je zei over de niches van die training. Wij zijn benaderd geworden om het project te schrijven. We hadden een kader en we konden dat project schrijven. En als je een project schrijft, ga je kijken naar een kader. Je gaat een beperken, want je kan niet iedereen. Ja. We hadden er een budget aangekoppeld. Er is een aantal personen aangekoppeld. Het doel is om vrouwen in rurale gebieden, toch? In landen te ondersteunen bij hun business of hun business idee. Okay. En in Suriname hebben we een unieke situatie. We zijn geen Engels sprekend land of een Spaans sprekend land. Dat programma is in Engels en Spaans. We spreken Nederlands en Suriname. En we hebben zoveel andere talen. Precies, precies. Maar ook Engels hoor. Een heleboel vrouwen doen gewoon Engels. Kunnen ook gewoon Engels. Ja. Maar als het gaat om rurale gebieden, dan heb je daar wel een challenge. Je moet de challenge, je moet wel een risicoanalyse maken. Als je vanuit gaat dat de vrouwen het wel kunnen, en als ze het niet kunnen, dan heb jij een niet succesvol project. Dus bij onze risicoanalyse hebben we gekeken naar de taal. De taal kan een barrière zijn, want je moet, het is een online programma van 13 sessies, 13 modules. En die modules duren ongeveer 1,5 tot 2 uur per module. En je moet ook schrijven, hè? Je moet de schrijfvaardigheid moet je hebben. Dus we hebben gekeken naar toch wel vrouwen in Paramaribo en Nikkei. Dat was vanuit de ambassade meer. En we hebben dat aangehouden. Ja, want in rurale gebieden. Maar Paramaribo gaan jullie wel toelaten? Ja. Paramaribo gaan we wel toelaten. Okay, maar de vrouwen in deze community zijn vaak vrouwen die inderdaad ook wel Engels kunnen praten. Vrouwen die ook kunnen schrijven. Dat is de doelgroep van deze page. Er is vorig jaar zijn we naar Nikkei geweest. Dus er zijn een aantal vrouwen in Nikkei. Ook bekend met de activiteit van Stichting Make a Difference. Dus als jij dat hoort, vrouwen in Nikkei. Ja, het is misschien een moment om erop toe te happen. Ik denk dat ze wel voldoen aan jouw profiel. Maar je doet natuurlijk die screening van tevoren. Ja, en om dat op te vullen, die gap op te vullen, hebben we facilitators. Die zeg maar de taal machtig zijn en die ze kunnen ondersteunen. Maar je begrijpt het niet, je begrijpt het niet, ga je het antwoord anders formuleren. En het unieke van dit programma is dat er een business plan generator bij is. Dus al doende je die training volgt, maak je oefeningen en je business plan wordt geformuleerd. Aan het eind van de training rolt je business plan eruit. Oké, heel interessant, heel interessant. Ja. Hoe kunnen vrouwen zich aanmelden als ze denken van, hé, ik denk, ik voldoen aan het profiel en ik ben geïnteresseerd? Kijk, ook al voldoen ze niet aan het profiel, hè, kunnen ze zich aanmelden. Waarom? Dat programma, dat online programma, is geheel gratis. Ja. Je
hebben meerdere componenten erbij gedaan om een pakket aan te bieden, waardoor wij daarvoor 500 SRI vragen. Okay. De deelnemers moeten 500 SRI betalen? Ja. Ik heb op 20 juni hebben we een info-meeting. Dus wat ik hier vertel, ga ik uitgebreid vertellen. En het is gratis, is voor iedereen via Zoom. Ik zie de link. En mensen kunnen inloggen en mensen kunnen alle vragen stellen. We hebben nu een registratieformulier. Dus als iemand geïnteresseerd is, kan je vanuit daaruit invullen. En we zien je informatie. En we contacten je, we sturen je de link. Zodat je, zeg maar zo als wij nu bezig zijn, online kan komen en kan je vragen stellen. Je mag ook ons op appen, je mag ons mailen, je mag via het formulier ook je vragen en je suggesties aangeven. Nogmaals. Okay, super. Ik heb die link heb ik op de pagina geplaatst, dus ik denk dat mensen met een klik op die link ook wel komen tot de plek waar ze zich kunnen registreren. Ay, Leanda, je popelt om nog iets te zeggen, dat kun je, mag je doen? Yes, maar over die branches. Die branches hebben we bepaald op basis van onze SOP, strategisch plan. We hebben gekeken naar wat wil Suriname. Want in feite, wij hebben als land niet echt een richting. Ik reis veel, ben naar vele landen geweest en dan zie je van de mensen staan hiervoor. Dit willen ze bereiken als land. En wij hebben, we hebben vaker geroepen naar, zeg maar, voedselschuw worden van het Caribisch gebied. Daarom hebben we gekozen voor mensen die dingen op huiswerkbasis maken en mensen die in de landbouw of agrarische sector zitten, verwerkingsindustrie zitten. Maar nogmaals, het is een lang verhaal. Yeah. Deze branches, tijd en gebieden zijn de mensen die wij gaan begeleiden. Wij zullen begeleiden. Okay. Voor de rest mag iedereen in Suriname die link opvragen en je enrolt en je kan je een training volgen en je kan je businessplan eruit rollen, maar je moet het afronden. Als je niet afrondt, dat is de clue. Je moet het afronden. Je hebt geen sessies, je hebt geen begeleiding en je moet het afronden. Hoeveel sessies zijn er? Kun je dat herhalen? 13. Oké. Okay. En wanneer starten? We starten in juli, eerste week juli. We hebben eerst een infosessie volgende week, 20 juni. En daar start dan de selectie. En daarna starten we. Nou, heel interessant. Heel interessant. Ik weet dat er in deze community een aantal ondernemers zijn. En dat zal voor hun heel interessant zijn. Ik ben blij dat je de tijd hebt vrijgemaakt, Leanda. Om dit te vertellen aan de community of the next level ladies. En ik wil je heel hartelijk bedanken. En tot slot mag je, je mag iets zeggen aan de groep. Deze community van gelijkgerichte vrouwen. Go ahead. Jij ook bedankt hoor, Denise, voor de opportunity. Ik vind het geweldig. En wat je met de vrouwen doet, is allemaal geweldig. Aan de vrouwen wil ik zeggen, als je een idee hebt, ga ervoor. Niet gewoon ga ervoor, maar denk erover na. Neem gecalculeerde risico's. Zet hem uit. Maak je prognoses, maak je calculaties. En neem op basis van je calculaties beslissingen. Niet op basis van skin theory of gevoel. Dan moet je beginnen en dan stoppen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in AWE, Academy for Women Entrepreneurs, meld je aan, sluit je aan bij de groep van vrouwelijke ondernemers. En ik stuur je de link. Je kan dan het registratieformulier invullen. Ik stuur je een uitnodiging voor de informatiemeeting, zodat je alle informatie hebt. En we kunnen aan de slag. Je kan aan de slag gaan betaald of onbetaald. En het hangt van jou af wat je wilt. Betaald is een heel pakket, waarbij we ook andere activiteiten hebben. Ik zou zeggen, meld je aan en ik stuur je de link, zodat je de informatie met je kan bijwonen. Ik zou zeggen, ga ervoor. So, thank you so much, Leanda. Fijn dat je er even bij was. En dat jij de Futuring Lady wilde zijn van deze nieuwe vorm van Featuring a Next Level Lady. Tot gauw. Dankjewel. Bye-bye. Nou, Leanda heeft ons wat informatie gegeven. Het is echt een bezige bij die in deze periode van total lockdown het wat rustiger aandoet. Thuis, bij het huishouden. Als je vragen hebt, ik heb op deze pagina, als je scrolt naar boven, dan ga je zien dat de informatie over deze course is aangegeven. Klik gewoon op die link en dan krijg je ook de informatie hierover. Nou, dat was
de nieuwe stijl van featuring een next level lady. Wie weet ben jij de volgende? Nou, dat was het voor deze keer. Doei!